IVN en het Nederlands Instituut voor Ecologie gingen voor het eerst samen met ouders en kinderen tijdens de IVN Slootjesdagen een citizen science onderzoek uitvoeren om de waterkwaliteit van de Nederlandse slootjes te meten. IVN Almelo deed dat bij de doorbraak. Ik heb kleine visjes. Kijk, Ilona. Ik heb hier wat visjes. Kom maar. Vies voor mij. Ik help je. Er zijn heel veel vissen aan het vangen. En we hebben al heel veel torretjes en twee zeeslakjes. Ik heb hier een larve van een libelle gevangen. Het is een beetje lastig om uit te leggen, maar het is een waterdiertje en later gaat het ook echt... Ja, dan gaat het vliegen dus. Het is eigenlijk gewoon een babytje, zou ik zeggen. Een jonkie van een libelle. Opa, ik kon bijna niet eruit gaan, want ik zat helemaal vast in de modder. Moet kijken, zat je vast in de modder? Ja. Oh, wat veel beestjes zitten erin, hè? Allemaal hele kleine visjes. Emma, wat heb je daar? Een bloedzuiger. Wat is dat dan? Een dier die bloed opzuigt. Hoe heb je die gevangen? Ik heb met net in het water gezeten en toen zag ik in één keer een bloedzuiger. Wist je al van tevoren wat het was? Niet echt. Nee. Hoe kom je daar nou achter dan, dat een bloedzuiger is? Mijn moeder die heeft dat verteld. Ja, ik heb wel een beetje. Nee, nou dan moet je zonder onderbroek.